We beginnen met een zorgwekkende vermissing. Sinds vorige week zondag, 20 oktober, is er niets meer vernomen van Naima Jilal. Ze is 52 jaar. Naima Jilal is zondag de 20e omstreeks 9:30 s'avonds voor het laatst gezien aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam. Daar verbleef ze ook. Ze is daar op de kruising met de Leonard Bernsteinstraat ter hoogte van de Albert Heijn To Go. Daar links in een donkere personenauto gestapt. En daarna heeft haar familie geen enkel levensteken van haar gehad. De politie is inmiddels bang dat deze vrouw slachtoffer van een misdrijf is.